Een zwarte dag voor Muziek Minute Nederland, want Gordon verlaat de toppers. En wij zijn er vanavond bij hier voor de arena om samen met de fans afscheid te nemen van een groot artiest, een muzikaal fenomeen. There are so many words right now in this world. There are so many things not right. There are too many people. Meneer, vanavond ook naar de toppers? Ja, zeker. Ja, ik had al zo'n klein vermoeden. Heeft u er zin in? Heel veel, heel veel. Echt... Ja, ik kan niet eigenlijk wachten eigenlijk. Wat heb jij nou op je been staan? Ja, Gerard Joling, hè? Is het een echte tattoo of kan dit nog weg? Nee, dit is een echte. Wat heb jij nou bewogen om dat te doen? Gerard! Je bent echt fan? Ja, 13 jaar. En wat ging er door u heen toen u het hoorde dat Gordon wegging? Ja, niet veel, maar je verwacht wel dat er weer wat goeds terugkomt. Ja, wie dan? Ja, dat weet je niet. Ik zeg wel eens, wat Gordon is voor de toppers, dat was John Lennon voor... Ik zou het begot niet weten. Maar voor u als homoseksueel heeft dan Gordon ook veel... Ik ben homoseksueel, joh, maar zo niet. Nee, joh. Er zit wel iets... Ja, nee. Maar ik ben geen homoseksueel. Niet? Nee, joh. Ja, ik weet wel wie John Lennon is van naam en qua liedjes, maar niet qua groep of whatever. Het is eigenlijk ook een soort Gordon, maar ja, alleen hij neemt geen platen meer op. Ja, zonde, jammer. Zeggen wel eens, Gordon is eigenlijk de Gerard Joling onder de toppers, toch? Ja, dat is ook zo. Dus hij bent lekker rumer, lekker hard, weet je, daar hou ik van. Een van de grootste fans, hè? Jij bent een van de grootste fans? Ja, tuurlijk. Heb je ook wel eens in het echt mogen ontmoeten? Ik heb hem aan mijn suikerspinkraam gehad, dus ja. Nou, ahoi! 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 Nee, dit is niet de ahoi, toch? Die snap ik even niet. We zijn ook helemaal naar Amsterdam gekomen vandaag voor Gordon. Nee, niet voor Goor, maar voor Geer. Oh, meent u dat nou? Ja, wat blieft? Die gozer is gewoon keihard en ik hou ervan. Hij houdt van mensen afzeiken, dat is het heerlijkste wat er is, man. Oh, dat vindt u leuk, mensen afzeiken? Ja, ik hou van mensen afzeiken. Maar denkt u nou ook dat hij te vervangen is, Gordon? Dat is toch een groot verlies, denk ik. Moeten ze nooit doen. Absoluut nooit doen. Het is een beetje net of Mick Jagger weggaat bij de Rolling Stones. Ja, absoluut. Nee, nooit doen. Lekker met z'n drieën doorgaan. Ja, als het geld op is, dan komt hij wel een keer terug. Dank u wel voor uw korte analyse. Ja, als het geld op is, dan komt hij wel een keer terug. Ja, dat zei u net. Ja. Wat zijn nou momenten dat u thuis de toppers even opzet? Met poetsen, hè. Ja, thuis is, we gaan weer werken, dan zetten we de toppers aan. Dan kunnen we... En als u met de man gaat poetsen, dan ook de toppers op? Ja, zeker. Dan is het helemaal toppietop. Maar wederhelft, we zijn getrouwd. Kijk. Jullie zijn getrouwd, joh. Wat is het? Misschien kun je het even... Van ons. Geen initialen zijn dit. Ja. Mooi hoor. De fans gaan zo naar binnen om voor de allerlaatste keer te genieten van Gordon met de toppers. En ik ga gillend naar huis.